Bergen, Egmond en Schorrel. Dit is TV 80. We zijn vandaag op pad voor de kunsttiendaagse en onze eerste locatie is Huize Glorie. Mijn naam is Arlet en dit is Marion. En Marion, waar gaan we als eerste naartoe? We gaan naar de glaswerken van Lida Dijkstra-Pastoor. Oké, okay, en we gaan naar boven. Jij gaat er wat vragen stellen? Ik ga wat vragen stellen. Ja, laten we naar binnen. Oké. Okay. Ik zie heel veel verschillende mooie werken van je en ik vraag me natuurlijk af, hoe maak je dit? Allereerst is het van glas natuurlijk. Het is 100% glas. Ja. Ik snij op maat allemaal glas en daar maak ik een heel model van in de oven. Ja. En uiteindelijk, als ik denk het hele werk is klaar, dan wordt het in één keer aan elkaar versmolten. Okay. Dus ook die hele grote objecten, die gaan in één keer in de oven. Ik heb een hele grote oven van 2 bij 1 meter. Je hebt zelf in je atelier? Ja, in mijn pand. Ik heb 300 vierkante meter atelier. Dus een zeer grote glasoven staat erin. Ja, en daar maak ik eigenlijk allemaal verschillende modellen in. Ja. Dus bloemen, abstract, eigenlijk van alles. En waar haal je inspiratie vandaan? Want het is inderdaad heel gevarieerd. Het zit allemaal in mijn hoofd. Want eigenlijk barst ik van de ideeën. Ik hoef maar bij mijn oven in mijn atelier te komen. En ja, het ontstaat gewoon onder mijn handen. Ja. Eigenlijk als ik daar ben, dan denk ik van nou, dat ga ik maken en dat komt er dan ook. Ja. Ik heb heel veel bloemen van je gezien, ook andere jaren. Ja. Die vind ik prachtig. Het is ook heel mooi bij het raam, dat het licht binnenkomt. Ja. Nu heb je ook een hele bijzondere dit jaar hierachter staan. Die willen we even zien. Oké. Ja. Heel bijzonder, vind hem heel mooi. Vertel er iets over. Ja, dit is gewoon een grapje voor mezelf, want ik hou van snelle auto's en ik ben ook stapelgek van schoenen. Iedere vrouw, denk ik. Dus ik dacht, ik ga gewoon eens een leuke schoen ontwerpen. En daarin zit dan wel het M-logo van, dat is van de snelle motoren, van de snelle auto's. En dit is ontstaan, dus het is eigenlijk een grapje voor mezelf. Ja, ik vind hem heel leuk. Ik vind deze trouwens ook erg mooi. Nou, dit is een ontzettend veel werk, want hier zitten allerlei berekeningen in. Het glas moet je op maat snijden, er zitten veranderingen in. En uiteindelijk door het opbouwen daarvan, dan krijg je dus dit. Het heeft best wel wat tijd gekost om dit te bedenken. Ik ben eerst diverse kleine dingen gaan maken. En ik maak ze inmiddels nog groter dan deze, want ik heb een grote oven natuurlijk. Maar ja, ik vind het wel heel fijntjes zelf. Ja. En eenvoudig van kleur. En... Ik vind hem heel mooi geworden, ja, heel bijzonder. En dan maak je mooie huisjes. Ja. Die heb ik andere jaren ook al eens gezien. Die staan daar. Ja, hier de huisjes. Ik vind ze altijd zo leuk, zo vrolijk. Ja, dat is ook zo. Ze hebben natuurlijk allemaal leuke kleurtjes. Glazen stadjes, thema glazen stadjes heb ik ervan gemaakt. En ik heb ze in vele varianten. Maar ze worden ook altijd goed verkocht. Dus ze vliegen ook zo weer weg. Ja. En hier staan nog een paar kleintjes. Hier een middelgrote. Maar ik maak ze tot 1,5 meter à 2 meter breed soms. Ja. En tijdens deze dagen heb je best veel verkocht, heb ik begrepen. Zeker geen klagen. Nee, gaat hartstikke goed. Ja. We hebben ook een hoop volk en eigenlijk altijd succes met de kunsttiendaagse. Ja. We zijn op onze volgende locatie en dat is de Schaapskooi. En we gaan in gesprek, en dan moet ik wel weer even spieken, met Meindert Regoor en Coco van Gent. En die hebben prachtig houtwerk gemaakt, heb ik al gezien. Dus we gaan er binnen. Goedemiddag. Goedemorgen. Ik sta nu bij Meindert en Coco. Ik zie hier een prachtig werk van hout, maar twee verschillende dingen. Als ik bij Meindert mag beginnen, vertel even wat dit voor prachtig werk is. Wat heeft je daartoe geïnspireerd? Laat ik daarmee beginnen. Mijn inspiratie is enkel het maken van esthetische vormen. Ik wil er niet per se iets mee vertellen. Ik vind het leuk als mensen hun eigen verhaal maken.
En probeer eigenlijk de tekening van het hout te laten zien. Een stuk natuur, een stukje vergankelijkheid, dat soort dingen. Maar niet per se echt een heel concreet verhaal. En wat heeft je hiertoe gedreven om dit te gaan maken? Opeens kwam het hier op, ik ga met hout werken. Dit materiaal was voorhanden, ja. Het had ook glas kunnen zijn op dat moment, of metaal. Maar dit was voorhanden en dat heeft zo'n passie gekregen bij mij. Ook de combinatie van techniek en vormgeving. Het is een samengaan. Inventief zijn, grenzen zoeken. En dat wordt eigenlijk steeds extremer. Ik vind het prachtig eruit zien in ieder geval. Heel ander werk van Coco. Vertel, dit zijn schilderijen, dit is dus geen abstract iets, althans, het zijn schilderijen. Nee, het zijn collages van hout. Het is in tegenstelling tot Meindert. Meindert gebruikt een massief hout uit één stuk. En ik maak mijn hout tot hele dunne plakjes vineer. Ik gebruik heel veel verschillende soorten hout, soms ook hout om een tweede leven te geven. En ik stel mijn beelden samen met hout. Allerlei verschillende soorten hout. En waar haalt u dat hout vandaan? Ja, uit het bos mag ik aannemen, maar hoe gaat dat in zijn werk? De boom maakt het hout en ik maak het vineer. Het hout is eigenlijk veel inlands hout, maar als ik een heel mooi stuk exotisch hout zie, dan gebruik ik dat ook. En ook eventueel tweedehands, als ik een mooie kas zie, kan ik hem gebruiken door hem vineer te maken. En daar hangt daar een schilderij en die is helemaal opgebouwd uit Australisch eucalyptushout. En ja... Als ik mooi hout zie, dan gebruik ik het. Uit de Blue Mountains? Die komt uit Australië. Ik weet niet of dat de Blue Mountains zijn. Dat zijn de Blue Mountains, ja. Of het allemaal Blue Mountains zijn. Ja, ja maar hoe gaan jullie te werk? Een atelier? Wij wonen in het atelier van Coco. Ik heb een hoekje op de eettafel waar ik mijn bord neer mag zetten. En zelf heb ik verder in de Beemster heb ik een atelier inderdaad. Want ik werk met boomstammen en machines enzovoort. Dus dat gaat niet samen. En wij werken in die zin, althans wij exposeren wel samen, maar we mogen niet te veel van elkaars werk ook zeggen. Dat is echt ons eigen ding. Technisch kan je een beetje van advies dienen af en toe, maar voor de rest werken wij volledig autonoom, ook al leveren wij samen. En wat was er eerst, de liefde of het hout? De liefde. Okay. Nou goed, goed. Dat is een mooi, dat is een mooi eind denk ik van het interview. Hou dat vooral vast zou ik zeggen. En ik vind het prachtig werk en ik denk dat de kijkers dat ook zullen vinden. We staan hier achter een heel mooi schilder, of voor een heel mooi schilderij. Wat heeft jou gedreven om dit soort schilderijen te gaan maken? Nou, ik ben ontzettend geïnteresseerd in de emoties van de vrouw. Het is een hele grote serie geworden. En zoals je weet, vrouwen hebben natuurlijk heel veel verschillende emoties. En dat boeit mij. Dus dat is een onuitputtelijke bron. Ja. Wat voor materiaal gebruik je voor je schilderwerk? Nou, ik gebruik olieverf en dat mengt heel mooi en dat doe ik met een paletmes erop spatelen als het ware. Ja. En dit is jouw atelier, hier werk je ook? Ja, klopt. Ja. En hoe lang doe je ongeveer over één, want dit is een ontzettend groot schilderij, hoe lang doe je daar ongeveer over? Nou, eigenlijk is dat iets wat ik niet eens kan zeggen. Soms gaat het heel snel, soms gaat het heel langzaam, maar ik werk wel altijd als het zoveel mogelijk nat in nat. Dus als het helemaal hard is, uitgehard is, dan ga ik daar niet meer in door. Het moet, want anders dan kun je die paletmesvegen niet makkelijk opbrengen, zeg maar. Ja. Stel, ik wil nu zo'n schilderij gaan kopen. Hoe krijg ik dat in hemelsnaam in huis? Want dat is natuurlijk niet iets wat je op de fiets meeneemt. Nee. Nou, ik kom het brengen en ik hang het op. Dus Okay. Dat is helemaal ideaal. En dan heb je eigen vervoer voor, een bus? Of, Nou ja, ik huur een bus of ik heb ook voor bepaalde maten een bak. En dat kan op het dak, op de Imperial bij ons. Dus, Ik heb begrepen dat je nog meer kunstwerk hebt in het dorp. Waar exposeer je nog meer? Ja, nou, het restaurantje onder de Linden hang ik. En het Parkhotel hangt ook werk van mij. We zijn aangekomen bij de sluistuinen. Hier is ook van alles te zien. We zijn bij Huis Glorie geweest. De schaapskooi. De voert. En nou, nu eens kijken wat hier allemaal te zien is. Leuk.
We zijn op onze volgende locatie op de Kunsttiendaagse. En we zijn hier op het terrein van de Sluis Tuinen. En we zijn in het atelier van Arnold Bakker. Hi. Dag Arnold. Dag. Marion. Marion, hi. Dit is jouw atelier. Ja. Wat maak je hier zoal? Voornamelijk sieraden en objecten, maar de core business ligt hier op sieraden. En ik zie daar al een mooie vitrine en allemaal spullen, stenen. Ja, dit is een brok ruwe smaragd. Ik was net aan het kijken of ik hier misschien nog een mooi stukje uit kon toveren om weer in een sieraad te verwerken. Hier kun je een afdruk zien van een steen die hier in verwerkt is, in deze ring. Oh, oké. Okay. Ja, prachtig. Ja. Ik heb nog een vraag naar zo'nzelfde soort ring, dus ik moet even gaan kijken of ik een nieuwe kan maken. Wordt wel weer anders, maar iets soortgelijks. Okay. Ja. En dit is amethyst. Die maak je dus ook. Oh. Ja. Maak ik ook. Met eigenlijk alle stenen die je maar kunt bedenken. Oké, okay, en hoe maak je dat? Het vak, hè? Edelsmeden, dat is... Vertel me er iets over, want ik weet er niets van. Ja, lang verhaal. Je werkt met edelmetaal. Dus je begint met een basisopleiding bijvoorbeeld. Ik heb een opleiding in Schoonhoven gedaan. Dat is een goud- en zilversmidsopleiding, duurt 4 jaar. En daar leer je het ambacht van A tot Z. En edelsteenkunde krijg je daar en allerlei andere technieken. Dan leer je het, de basisbeginselen van het vak. En daarna in de praktijk ga je het uitvoeren. En dan komt er nog wat creativiteit bij kijken. Want je gaat zelf, althans dat was mijn doel, zelf ontwerpen en zelf uitvoeren van het maken van sieraden en het geven van workshops. Dat doe ik ook hier. Ja, dat doe je ook hier in het atelier. Ja. Oké, zullen we even rondlopen om te kijken wat je maakt? Ja? Ik zie hier een kast vol mooie creaties, sieraden. Dankjewel. Ziet er prachtig uit. Kun je er wat over vertellen? Ja, ieder sieraad heeft zijn eigen verhaal. Dus zoals je ziet, het is allemaal zo divers. Niets lijkt echt op elkaar. Het is ook afhankelijk van wat voor steen gebruik ik. En dan bepaalt dat mede wat voor sieraad het uiteindelijk wordt. Kijk, zoals hier zie je een heel mooi smaragdje, maar dan wel geslepen. En daar ook eentje. Dus die vereist een hele andere techniek van zetten en verwerken in de sieraad dan wanneer je bijvoorbeeld in een ruwe steen werkt. Zoals ik net op de flyer ook liet zien. Als je aan de andere die is wel heel mooi. Die is mooi, hè? Ja. Het is een peridoot. Het is een hele mooie... positieve steen voor mensen die in energie van stenen geloven. Zuiverende steen, eigenlijk net als de smaragd. De kracht van stenen. De kracht van stenen, ja, precies. Ja. En zoals je ziet, heel divers. Ik werk met robijn, saffier, tourmalijn, aquamarijn, amethyst, smaragd. En waar word je door geïnspireerd? Door de steen om te beginnen? In eerste instantie door de steen zelf, ja, door de schoonheid van de steen. Vroeger had ik helemaal niets met stenen, toen was ik echt een designer, zeg maar. Wilde ik alleen maar met metaal en heel strak. En langzaam word ik organischer, misschien heeft dat met leeftijd te maken, ik weet het niet. Maar ik vind het heel erg leuk om met stenen en de stenen het werk te laten doen ook, zeg maar. Dus een steen bepaalt vaak wat uiteindelijk de vorm wordt van een sieraad. Ja, dat is mooi te weten, ja. Inderdaad. Wil ik even naar die kast lopen, want daar zie ik ook veel interessants, mooi. Ja. Daar wil je vast ook iets over vertellen. Nou, dat is wel leuk. Dat is een ontwerp wat al jaren in de kast lag eigenlijk. Gewoon heel simpel. Het is een wishbone. Dat kent iedereen wel vanuit de kip. Dus ik heb eerst een biologische kip gekocht bij de Groene Weg in Geschorel. Opgegeten en dat bordje weer gebruikt om een matrijs van te maken, een mal van te maken. Wat interessant. Interessant. En, daar dus, en die inmiddels in zilver nagegoten. En vorig jaar stond hij dan in het blad Happiness. En dat was heel erg leuk. Oké. Bordje als bedel. Bordje als bedel, ja klopt. Nou, ik weet niet of je het verhaal van de wishbone kent, maar vroeger was dan de truc als je, of je broertje of zusje, als je de wishbone vond in de kip, pak je allebei een vorkje en dan trek je eraan. En degene die het langste stuk heeft, mocht een wens doen. Okay. Dat was het verhaal. Ja. En nu is het als sieraad gewoon, het is een leuk hebben dingetje. Mooie symboliek. Mooie symboliek, eigenlijk. Precies. Ja, precies. Ja.
Hallo, we zijn aangekomen bij Iris de Passé. Dat zeg ik goed, hè? Ja, oké, okay, goed, gelukkig. We zijn aangekomen bij een hele mooie expositie en dat gaat, het is abstracte fotokunst. Kan je daar wat over uitleggen? Ja, ik ben met mijn camera buiten in de werkelijkheid op zoek naar abstractie. En eigenlijk word ik vooral blij als ik iets zie wat lijkt op een abstract schilderij. Hoe ik dat doe is dat ik meestal heel dichtbij een onderwerp zit. Je kunt een foto maken van een totale boom of een totale plant. Maar als je heel dichtbij komt, dan ziet soms de bast van een boom er bijvoorbeeld uit als een enorm woest landschap met bergkammen, et cetera. Nou, dat vind ik eigenlijk heel leuk om te spelen met macro en micro. Dat wat klein is in het echt, eigenlijk er heel groot uitziet op de foto. Ik heb hier bijvoorbeeld ook een aantal foto's liggen van Blauwalg in de grachten van Alkmaar. Maar ik kreeg al een vraag, is dit in Indonesië? Zijn dat de rijstvelden van Indonesië? Ja. Nou, dat vind ik heel leuk. Ja. Als je mensen een beetje eigenlijk op het verkeerde been zet met waar ze naar kijken. Dat het tot de fantasie spreekt. Ja. Mooi dat dat zo dichtbij is. Ja. Heb jij nog een vraag? Ik zie daar een heel mooi werk van jou. Dat is weer op ander materiaal gemaakt dan dit. Klopt. Wil je daar iets over vertellen? Hoe je, hoe je dat maakt? Ja. In feite is het materiaal hetzelfde in de zin dat het allebei op aluminium is. Ja. Het ene geval, alles wat mat is, is op aluminium dibond. Alles wat glanzend is nu, is op massief aluminium. En het is een techniek waarbij de plaat heel heet gemaakt wordt, waardoor de inkten eigenlijk in de kunststof zakken en er een soort glasachtige laag ontstaat. Dus het ziet er bijna uit als epoxylak of als acrylglas. Dat is de techniek die ik daarvoor gebruik. Maar het is een hele... Het uit, hoor. Ik heb zelf niet zulke printers staan. Oké. Ik vind hem heel mooi, heel bijzonder. Wat is het? Waar heb je een foto van gemaakt? Daar ben ik heel benieuwd naar. Dit is een foto van een bedrijf in Castricum. Zij maken, ze heten de Groentebroers, wat ik alleen al een geweldige naam vind. Zij verwerken groentes tot bijvoorbeeld bami-pakketten of maaltijdsalades, et cetera. Dus alle groentes komt in kartonnen dozen aan het begin van de dag. En aan het eind van de dag wordt het in een grote pers, worden alle kartonnen dozen samengeperst. En dat is eigenlijk wat je hier ziet. Een samengeperst compilatie van kartonnen dozen. Ja, nou zie ik het. Ontzettend creatief. En wat een mooi resultaat. Ik heb ook nog wel een vraag. Want wat mij dan intrigeert. Hoe ga je bedenken, ik ga iets met abstracte fotografie doen? Ben je daar toevallig ingerold? Of heb je daar... Ik kan me voorstellen dat je daar ook opleiding voor hebt. Nou stel ik twee vragen tegelijk, maar eentje tegelijk. Ja. Zal ik één tegelijk beantwoorden of wil je hem opnieuw stellen? Geef maar gewoon antwoord. Oké. Hoe ik erop gekomen ben om abstracte foto's te maken. Het is eigenlijk gekomen op een vakantie in Marokko. Daar was ik in een vissersdorp en daar lagen allemaal boten op de kant. En daar heb ik deze foto's gemaakt. Je ziet daar de spanten van de boot doorheen. En als je zo dichtbij bent, is het eigenlijk ook weer een abstract schilderij. Dus ik ben daar vooral de huid van die boten gaan fotograferen. En toen ik thuis kwam zoiets van, jeetje, ik schilderde abstract. En ik had het idee, ik wil eigenlijk mijn foto's zo zou ik willen schilderen. Heb ik eerst ook geprobeerd, maar iemand die abstract schildert kan eigenlijk niet zo goed naschilderen. Althans, ik niet. Dus het werd geen feest. Het werd geen feest voor mezelf om het te doen, want het lukte niet zoals ik het wilde. En het werd ook geen... De resultaat van het schilderij was niet beter dan van de foto. Sterker nog, de foto was veel mooier dan het schilderij. Tot iemand tegen mij zei, zie het als twee dingen. Je schildert en je fotografeert. En waarom kan een foto op zich niet al het kunstwerk zijn? Mm-hmm. Nou, daar moest ik even aan wennen, aan dat idee. Maar inmiddels ben ik daar al aardig aan gewend. Ja. Dus nu is eigenlijk fotografie de basis van al mijn werk. En heel af en toe schilder ik daar nog weer op door. Maar fotografie is eigenlijk sterker geworden.
in mijn... Maar ben je dan het hele proces, heb je dat zelf ontdekt om dat te gaan doen? Of heb je dan ook bijvoorbeeld een cursus of een training daarin gehad? Ik heb afgelopen jaar een opleiding gedaan bij de fotovakschool. En gemerkt dat ze echt niet snappen wat abstracte fotografie is. Of in ieder geval dat wat ik maak niet past binnen de opleiding. Dus als ik iets heel moois had gemaakt, vond ik zelf, en dat liet zien, dan werd het afgekeurd binnen de moduleopdrachten. En dan maakte ik iets wat voldeed aan de opleiding en dan dacht ik, ja, dit is niet wat ik zelf wil. Dus ik ben gestopt met die opleiding. Het was eigenlijk een 3-jarige deeltijdopleiding. En ik ben nu mijn eigen opleiding aan het ontwikkelen. Dus ik denk, ja, het is er niet. Is er in Nederland geen cursus over abstracte fotografie? Ik wil niet zeggen dat ik het ontdekt heb. Ik heb ontdekt dat er een Facebookgroep is internationaal met ongeveer 33.000 liefhebbers van abstracte fotografie. En ineens heb ik lotgenoten, mensen die mij snappen. Ja. Krijg ik likes vanuit Japan en Korea en India, IJsland. Helemaal leuk. Ja. En vooral dat gevoel van, oh, er zijn meerdere mensen die het snappen. En ik merk dat hier met Kunsttiendaagse, klanten snappen het prima. Maar fotografen, de meeste fotografen niet. Zo, dit was de Kunsttiendaagse voor dit jaar. We hebben veel leuke dingen gezien, hè? We hebben heel veel mooie dingen gezien. En we zijn ook een beetje koud geworden. Zeker. Dus we gaan nu lekker naar huis. Zeker weten, we gaan naar huis, naar de warme glühwein. Heerlijk, kom, we gaan. Bergen, Egmond en Schorrel. Dit is TV 80.